Hi, ik ben Jafne en mijn favoriete boek is Van Toompijn van Arno Grunberg. Het gaat over een schrijver die in de schulden zit en de hele tijd belooft zijn deadlines te halen, maar dat eigenlijk niet doet. Dan is er ook nog een vrouw die hij de sprookjesprinses noemt. Van haar loopt hij de hele tijd weg. Hij gaat ondertussen bijvoorbeeld gokken met het Auschwitz-nummer van zijn moeder. En uiteindelijk komt het erop neer dat hij zijn geld terugverdient met een Pools-Joods kookboek. Die recepten troggelt hij eigenlijk af van een Joodse mevrouw. Het eerste en laatste hoofdstuk, het wordt gefocaliseerd vanuit zijn zoon. Wat het verhaal wel een hele toffe inslag geeft. En aan het eind wordt die vader dus, de hoofdpersoon, wordt zo krankzinnig dat hij met een mes over het strand rent. Het is eigenlijk het eerste boek dat ik heb gelezen waardoor ik gewoon door de manier van schrijven dacht dat er meer mensen zijn op deze wereld die denken zoals ik op de een of andere manier. Ik voelde me niet meer zo alleen toen. En het is niet zo'n heel vrolijk boek, maar ik zou het wel aan iedereen aanraden eigenlijk.